Building Depot Suriname heeft 100 mangrovenplantjes voor 2 jaren geadopteerd. Deze zullen gekweekt worden te weg naar zee. Het bedrijf heeft een donatie van 25.000 SRD gedaan aan het Mangrovenforum Suriname voor de kweek van de mangrovenplantjes. Volgens hydroloog Seonat Naipal is het een goed vooruitzicht voor Suriname als bedrijven zich ook sterk maken om de kust te beschermen. Dat houdt in dat we vanaf zaad, vanaf klein plantje, tot het overgeplant kan worden. En dan gaan we ook monitoren, want het is geen plant dat je op een droog gaat planten, dat die dus verder groeit. Maar het is aan de kust, daar heb je heel veel andere gevaren dat die doodgaan. En wij willen ervoor zorgen dat het aantal planten die we zullen planten ook blijven de komende 2 jaren. Waardoor we dus ook de diensten en goederen kunnen laten zien van zo'n plant waarom het noodzakelijk is geweest. Dus als we stellen dat we 100 planten, dat ze 100 planten adopteren, dan moeten we gereed zijn met 150 planten. Om ervoor te zorgen dat inderdaad als eentje doodgaat, dat we dus kunnen bijplanten. Dus we hebben op ons ook een challenge genomen om gezamenlijk toch de kracht bij elkaar te krijgen. Dus vandaar dat ik ook kijk naar andere organisaties en instituten en bedrijven die waarschijnlijk ook mee willen doen op een andere manier, want er zijn verschillende onderdelen in dit proces. Marissa Kallo, directeur van Building Depot Suriname, zegt dat mangrovenbomen belangrijk zijn voor de bescherming van de kust. Het bedrijf wil met de adoptie van de plantjes ook een bijdrage leveren aan de toekomst van Suriname. Op het eind van de dag doen we het allemaal voor Suriname, weet je. Het gaat niet om mij, het gaat niet om jou. Het is niet per individu, het is voor ons, het is voor onze kinderen, het is voor de volgende generatie. Dus met die gedachtegang hopen we andere ondernemers ook te motiveren en om mee te doen in dit soort initiatieven. Zodat het bijdraagt, want voor wie anders doe je het dan? En wat verwacht Building Depot zelf van dit proces, dit adoptieproces, laat me het zo vragen? We zijn eigenlijk enthousiast. We worden meegenomen in het proces van de adoptie tot de groei en de overzet. We worden allemaal meegenomen. Professor Naipal is heel transparant daarover en Mavelzuur ook. Dus we kijken daar naar uit. Het Mangrovenforum Suriname is een platform voor mangrovenliefhebbers en ziet voor een ieder een taak weggelegd bij de bescherming van de kust. Met deze adoptie draagt Building Depot bij aan het garanderen van de diensten en goederen die voortvloeien uit het mangroven-ecosysteem.